Op 3 mei werd voor Zandvoorts Museum het herdenkingsmonument Gevallen Vliegers onthuld door wethouder Gert-Jan Buijs. Het herdenkingsmonument is een initiatief van Genootschap Oud Zandvoort. De voorzitter legde uit waarom dit monument belangrijk is. Die 15 vliegtuigen die hier in de buurt van Zandvoort neergekomen zijn, waarbij 78 jonge kerels in een vliegende doodskist hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, en zeker in Zandvoort, dat mag je en dat kun je niet vergeten. Die verantwoording moet je nemen en ik vraag het gemeentebestuur ook met klem, echt met klem, om ervoor te zorgen tegen alle stormen en tegen alle tegenwerkingen in misschien vanuit Haarlem komen, maar dat zijn mijn woorden, dat weet ik niet zeker, om het toch daar op de boulevard in de zee te plaatsen. Wethouder Gert-Jan Buijs draagt dit initiatief een warm hart toe. Ja, dat is wel bijzonder dit natuurlijk. Echt weer een Zandvoortse actie. Maar ik waardeer het altijd wel, want Zandvoorters zijn doorzetters. Dat zie je. Ik ben het zelf ook. Dus ik heb gewoon eerlijk gezegd wat ik er ook van vond. En, dus ik denk, ach, toen werd ik gebeld. Ach, kijk, de mannen zijn weer bezig. Het ding stond al in Zandvoort. En zet hem hier neer. En het, prachtig dat hij ook hier staat, want dan kunnen die ambtenaren ook zien dat hij er staat. Dan kan ik dat ook nog gebruiken. Dus, en of hij op die plek moet komen of ergens anders, daar kan je ook nog over discussiëren. Maar aan de andere kant vind ik het in relatie tot de bunker tentoonstelling, maar vooral in relatie dat het vandaag 3 mei is, eigenlijk de dagen vlak voor de bevrijding. Nou, dat is denk ik het mooie moment, omdat op 3 mei, zo vlak voordat de bevrijding is, dat hier. Komt mooi bij elkaar. We gaan zien hoe dit allemaal gaat aflopen. Wordt vervolgd, zou ik zo zeggen. Het monument is een propeller van een Amerikaanse B17 Flying Fortress, die is neergestort in het IJsselmeer. Het staat symbool voor alle geallieerde vliegers die hun leven hebben gegeven voor de bevrijding van Nederland. De B17 was een bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanaf Engeland over Nederland vloog om Duitsland te bombarderen. De B17 werd ook ingezet om tijdens de hongerwinter van 1945 voedseldroppings te doen voor de Nederlandse bevolking. Op 3 mei 1945 werden er voedseldroppings gedaan in Vogelenzang. Dit was onderdeel van Operatie Manna en Chowhound. Het voedsel werd vervoerd naar Zandvoort. Tijdens de bevrijding van Zandvoort vloog er ook een B-17 Flying Fortress over het dorp. Deze unieke beelden komen uit de collectie van het Genootschap Oud Zandvoort. Zandvoorts Museum heeft de plaatsing van het monument mede mogelijk gemaakt en ondersteunt daarmee het initiatief. Het sluit aan bij de tentoonstelling Bunkers, het verborgen verleden van Zandvoort, over Zandvoort tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling is te zien tot en met 30 juni. Na de tentoonstelling is de wens om voor het herdenkingsmonument een vaste plek te vinden in Zandvoort.